Ik wil je vandaag bemoedigen en aansporen met deze woorden van Paulus uit Colossenzen 2 vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in Hem. Je weet nu dat God jou in Christus als heilig en volmaakt ziet. Dit betekent niet dat je nooit meer zondigt of dat je geen vergeving meer nodig hebt. In je dagelijkse wandel met Jezus ga je struikelend achter Hem aan. Jacobus 3 vers 2 zegt onomwonden, want wij struiken alle in veel opzichten. Maar wat is dan het verschil tussen een zondaar en een heilige als ze allebei zondigen? Spreuken 28 vers 13 geeft ons het antwoord. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Het verschil tussen een zondaar en een heilige die zondigt, is dat de zondaar zijn zonde zal bedekken, verbergen, en dat de heilige zijn zonde zal belijden. Dat is het verschil tussen in zonde leven, dat doen de zondaars, en zondigen, heiligen die struikelen achter Jezus aangaan. Toen je nog een zondaar was, zondigde je overeenkomstig jouw zondige natuur en leefde je in zonde. Nu je in Christus een heilige bent geworden, gaat zondigen in tegen je nieuwe identiteit in Christus. En is er in jou een verlangen om het met God in orde te maken als je gezondigd hebt door je zonde te belijden. Het is precies zoals de apostel Johannes het zegt in 1 Johannes 3 vers 9. Wie nieuw leven van God ontvangen heeft, kan niet langer zondigen, omdat het leven van God in hem is. Hij kan niet langer doorgaan met zondigen, zegt Johannes, omdat God zijn vader is.